Hey, wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemenschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemenschikken. En vandaag ga ik misschien wel de meest aangevraagde video maken van dit jaar. Namelijk een kerstvideo. Ja, dit is de eerste. En het is misschien nog wel vroeg. Maar het is natuurlijk nooit vroeg genoeg om aan al die gezelligheid te beginnen. Nou, je kan het allemaal me zien en horen. Ik vind het echt geweldig, want ik vind het altijd een hele gezellige en leuke tijd. En met ja, heel veel mooie materialen waar je mee aan de slag kan gaan. Vind je dit nou nog iets te vroeg? Je kan het pakket bestellen voor een later tijdstip. Dus wil je hem wel graag in huis, maar later ontvangen, bijvoorbeeld in december. Dan kan je dat gewoon aangeven. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen dus ook heel veel leuke kerstvideo's online. Ik heb er zin in. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. Vandaag is deze video in twee verschillende formaten verkrijgbaar. Dus voor ieder wat wils. Maar voordat we gaan beginnen, eerst een prijsvraag. En die heeft te maken met kerst. Namelijk, raad hoeveel kerstballetjes in dit deze verpakking zit. Raad het aantal sets hieronder neer. En dan doe je mee aan de prijsvraag. Dan maak je kans op een cadeau. Want het waren van 15 euro vrij te besteden in onze webshop. En heb je de vorige keer meegedaan, dan komt je naam misschien wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen. En je hebt een cadeau gewonnen. Goed, de video van vanavond ga ik heel neutraal opmaken. Maar je kan natuurlijk ja, zelf eigenlijk allerlei decoratie aan toevoegen. Dat ga ik jullie zo laten zien. We gaan namelijk aan de slag met deze mooie ondergrond van PTMD. Echt een hele toffe ondergrond. Van Ster, een moster. En je hebt hem dus in het groot en in het klein. Ook heel gaaf om als twee zo bij de deur te hangen. Ja, ik was er gelijk verliefd op. Natuurlijk is de ondergrond al heel mooi. En je kan dus zelf kiezen. Heb je een kleinere ruimte, kan je deze hangen. Een grotere ruimte, die of misschien wel allebei. Heel erg leuk. Goed, ik haal je eerst dichterbij. Dan kan je precies zien wat ik doe. Ik heb hier kerstgroen en ik knip alle zijtakken er eigenlijk van af. Je mag eerst even neerleggen hoe je het kerstgroen wil hebben. Ik vind het mooi als je nog een beetje van de moster kan zien. Dus ik doe de takken niet te lang, maar dan kan je gewoon je eigen ding doen. En in het midden maak je eigenlijk dan een beetje een, ja, een toef van kerstgroen. En die maken we vast met een beetje lijm. Het kerstgroen zal mooi indrogen. We hebben al een mooie basis. En hierbovenop gaan we werken met mooie materialen. Ik kies alles nu een beetje voor neutraal. Mooie bonsai takjes, mos. En je kan eigenlijk zelf alles een plekje geven wat je zelf mooi vindt. Dus ga lekker creatief aan de slag. Ik werk een beetje vanuit binnenuit. Klein beetje glitter vind ik echt wel heel erg leuk. Maar ook daarin kan je natuurlijk gewoon je eigen ding doen. En ik let er dus op dat die ster mooi in vorm blijft. Ik vind het dan heel leuk om er ledlampjes aan toe te voegen.
Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld strak langs de ster te doen. Dat geeft ook een heel leuk effect. Ik denk dat je er dan twee nodig bent. We gaan even kijken. Je kan hem ook gewoon in het midden laten lopen. Of als je zegt ik wil hem er strak langs heen, dan zet je dat gewoon vast met een krammetje of een klein drupje lijm. Dan kan je hem er zo strak langs heen. Ja, dan ben je er twee nodig. Dan heel leuk effect. Of er gewoon binnenin, dan ben je er gewoon eentje nodig. Is ook al heel erg tof. En dan kan je het batterijtje er een beetje onder doen, dan zie je hem niet. Heel leuk. Geweldig. Ik vind het echt fantastisch. Ik zal de lamp even uitdoen en dan kunnen jullie zien hoe het eruit ziet. Kijk, dit is toch ook helemaal gezellig bijvoorbeeld voor aan de voordeur. Ja, echt geweldig. Ik hou hier gewoon van. Ik ga de kleine ook nog even opmaken en dan kun je zien hoe dat lijkt bij elkaar. En dan hebben we echt twee prachtige kerststerren. Hoe tof zijn deze ondergronden. Maar ook om dit zo samen bij elkaar neer te hangen. Of apart zijn ze ook al gewoon super tof. En je kan hem natuurlijk helemaal zo maken zoals je hem zelf wil. Dus echt een uniek product. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij is op is op, want je kan hem dus ook voor een later tijdstip bestellen. Je kan gewoon de gewenste datum aangeven. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik word er heel blij van. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!